Welkom bij een nieuwe bitcoin data update. Ik ben West van Bitcoinmax.nl. en ja, we gaan weer een aantal grafieken doornemen. Voor je zie je de grafiek van Bitcoin. Ja, op oktober was het natuurlijk oktober, want het ging alleen maar omhoog. En uh, ja, uh, november is natuurlijk een beetje een wisselend beeld, een beetje correctie, een beetje winstnamen en ook wel wat pumpjes omhoog. En nou ja, we moeten de komende weken even kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. We zien in ieder geval onchain, wat dat betreft, weinig verschil met de afgelopen weken. En dat ga ik even laten zien. De prijs zit rond die 61.000, rond 8,5, 9% van die alt-high van twee weken geleden. Lightning Network blijft lekker doorgroeien. De mempool is nagenoeg leeg. Wat dat betreft is er weinig veranderd. We zien ook naar de balansen op de exchanges. Dat blijft dalen. Kijken we naar de afgelopen drie maanden: een dalende trend. En dat hoort ook bij de algemene trend. Hup. En die trend is gaan zakken, zeg maar, vanaf uh, februari maart 2020. En wat dat betreft is er weinig veranderd. Dat zien we ook de afgelopen weken dat er eigenlijk wat dat betreft weinig veranderd is. Hè. Uh, in september, oktober, die prijs ging omhoog. Hè. We zien hier, hupsakee, die prijs ging omhoog, maar het aantal bitcoin is dalende. En wat dat betreft is er op dit moment een leuke ja, uh, divergentie, een afwijking uh, spra uh, sprake van. Omdat uh, we zien dus een correctie van de prijs, maar die bitcoin op die beurs die, blijft, uh, ja, die blijft afnemen. Dat zien we ook op dit plaatje. Eigenlijk een patroon hè, uh, op het moment dat die prijs gaat zakken. Hè, dat, 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 is een, dat is gewoon een gevolg van bitcoin die naar die beurzen wordt gestuurd. Het aanbod neemt toe. Ja, de vraag blijft gelijk of neemt af en die prijs gaat zakken. En andersom, uh, bitcoin worden van die beurzen gehaald, gaan in cold storage of naar andere custodians en die prijs gaat uh, stijgen. En op dit moment zien we dat die prijs een beetje corrigeert, maar dat de uh, aantal bitcoin op beurzen wel afneemt. Nou, we gaan naar de bitcoin spend outputs age bands. Eigenlijk meet die gewoon de leeftijd van alle muntjes on chain. En wat we hier dus zien, we hebben eigenlijk alle jonge munten tot drie maanden hebben we hier, uh, laten we hier zien. En die maken ongeveer 90% van het totale uh, uh, handelsvolume uit. Dat betekent dus dat er vooral jonge munten verhandeld worden. En dat is bullish. Dat betekent dat er heel veel oude munten gehoddeld worden. Top. Dus gaan we door naar de Bitcoin Hoddle Waves. Eigenlijk hetzelfde beeld. Uh, sterker nog, we zien dat juist van dat percentage jonge munten. er ook steeds meer gehoddeld wordt. He, want uh, ik heb hier ook gewoon alle jonge munten eruit gehaald. Tot drie maanden. En we zien dat in april. Maar, uh, april nou, uh, begin van het jaar, februari-maart bedoel ik.. zaten we rond 27%, 28%. En nu zitten we op 15%. Dat betekent dat het aantal. ook het aantal jonge munten. Uh, wordt gehoddeld. He, dus, dus het percentage. Van dat soort munten steeds meer munten worden gehordeld. en dat is in die zin positief en geen verandering met de afgelopen weken. Uh, TXMC komt met op zich een, een hele goede relativerende tweet, want Liz and Sanders die zei van hey, er is maar een klein groepje en die heeft alle bitcoin in handen. Ze dus heeft inmiddels die tweet ook verwijderd en TXMC heeft aangegeven van hey, wacht eens even. 49% van alle bitcoin is in handen van zeg maar, entiteiten met 1000 bitcoin of meer, de zogenaamde whales. Maar een deel van die whales dat zijn of beurzen of miners. Met andere woorden, ja, een beetje relativeren, want 51% zeg maar het andere deel dat zijn entiteiten met 1000 bitcoin of minder bitcoin dus dan die 1000. Dus dat zijn kleinere entiteiten dan Wales. Dus daarmee ontkracht hij eigenlijk het beeld van: hé, hey, een klein groepje, zoals dat eigenlijk in de fiat is. Een klein groepje heeft uh, de, meeste, de meeste Bitcoin. En dat is absoluut niet waar, want we zien juist dat die distributie juist toeneemt. Dat zal ik ook laten zien aan de volgende grafiek. Van Dylan Leclerc van Bitcoinwerksen.com. Total Bitcoin Supply Help Entities with 1 to 10 Bitcoin is at the all-time high. Uh, ja, ruim 1.6 miljoen bitcoin is in handen van deze entiteiten. We noemen ze ook wel krabben, crabs. Die, uh, ja, die zijn lekker ook aan het stekken. Al ja, sinds 10 jaar zijn die lekker aan het stekken. Je ziet die oranje lijn, die gaat alleen maar omhoog. Dus het aantal bitcoin van deze entiteiten, ja, die neemt, neemt dus toe. En op zich draagt dat bij dus aan de distributie van bitcoin. Van, ja, van het aantal bitcoin. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. naarmate die dollarprijs natuurlijk uh, toeneemt. Naarmate die bitcoin met andere woorden, duurder wordt tussen haakjes. Ja, wordt het wel voor een steeds grotere groep natuurlijk. Ja, lastig om bijvoorbeeld één bitcoin te verwerven. We hebben ongeveer nu 1% van de wereldbevolking die heeft een bitcoin wallet. Nou, 99% nog niet. Ja, dus we zijn er heel vroeg. Heel vroeg. En, maar tegelijkertijd wordt die supply natuurlijk steeds minder. We hebben uh, in 2025, december 2025, is 95% van de supply is, uh, is, is gemined. He, dus, dat, dus, dus die supply, er komt een su supply squeeze aan, een voorraadschok. En ja, dat, uh, we gaan, dat, dat zal tussen nu en 2025 uh, zeker uh, gaan, uh, gaan gebeuren. We gaan door. Uh, we zien hier een interessante grafiek. Dat gaat nogmaals ook over een beetje de fase waarin de markt zich nu begeeft. Zitten we nu op de bodem of op de top? Hebben we de top bereikt, et cetera? Will, William Comment heeft deze gedeeld. En dat is de verhouding tussen de short-term hollers en de long-term hollers. En dan ook hun aankoopprijs, hun een kostenbasis, hun een, een, ja, een aankoop, want chain kun je dat allemaal registreren. Heb je ooit voor 100 euro een beetje bitcoin gekocht en het nooit uh, verstuurd, dan heeft de blockchain dat geregistreerd. Hè. Dat is nog steeds 100 euro, ook al ligt de marktprijs hoger. En eigenlijk zegt hij van, hey, op het moment dat die short-term holders, als die aankoopprijs steeds dominanter wordt, dus als die binnen die ratio, deze verhouding, steeds dominanter wordt, dan gaat die blauwe lijn stijgen. En dat is eigenlijk een, een reden om te verkopen, want dat betekent dat je dus in die oververhitte zone komt. Nou, Op dit moment zitten we gewoon nog steeds rond die accumulatiezone, die groene zone. Dus we zijn nog steeds aan het opbouwen, we zijn nog steeds heel vroeg. En ook andere metrics, als je kijkt naar Google Trends of naar de mempool of naar het aantal nieuwe actieve adressen, het is allemaal he nog heel vroeg. In deze uh, huidige bull market En je kunt zien, ja, we zijn wel wat gestegen. Nou, een aantal zeggen dat, dat er wel een vergelijkbare vergelijkbare, net zoals in 2013, een dubbele pomp aankomt. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Uh, maar tot die tijd zie ik aan Jane eigenlijk hetzelfde beeld ontstaan als, uh, als de afgelopen weken. Eigenlijk weinig verschil en dat is over het algemeen bullish. We zien het aantal uh, grote transacties. Dus transacties met 1 miljoen dollar of groter. Die nemen un wel toe. Maar dat hoeven niet per se transacties te zijn die op beurzen plaatsvinden. Dat zijn zogenaamde whale transacties. Het zijn vaak transacties op de over-the-counter over deals. En dat is interessant, ook om in de gaten te houden. Want. Ja, ook die whales die zijn aan het accumuleren nog steeds. Maar ze doen het niet op beurzen. Ze doen dat natuurlijk via handelsdesk zonder die, uh, zonder die prijs te beïnvloeden. Want die prijs wordt op de beurzen bepaald. En ja, goed, als jij, ik noem maar wat, jij wil voor 100 miljoen bitcoin kopen. Dan, dan ga je dat niet per se doen op een, op een consumentenbeurs. Want dan gaat die prijs misschien te snel omhoog. Hè? Of, uh, of het is voor 1 miljard of zo. Maar goed, die echte grote transacties. Die, vinden, die zien we dus wel on chain. Maar dit is zijn, die, die gebeuren niet in de Exchange Wallet. Oké, okay, nou, dit was het weer voor vandaag. En voor deze week. En uh, nou, Laat je comments achter op YouTube. En like en subscribe. Of uh, stuur een mailtje naar uh, redactie. At